Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Hoe werkt Minecraft? Dus in de vorige aflevering zijn we bezig geweest met het verhuizen van al onze spullen. Dus we zijn natuurlijk in eerdere afleveringen al bezig geweest met het ontdekken van deze plek. Hier zo, dat dorpje daar zo, dit oerwoud hier zo. En ik vond het een schitterende plek, dus ik dacht, hier wil ik dingen gaan doen. Dus we hebben een aflevering toegewijd aan het maken van deze opslagruimte. Dus zodat we een mooie, goede plek hadden om al onze bende kwijt te kunnen. In de laatste aflevering zijn we dan dus bezig geweest met het verhuizen van al onze spullen. Nou, dat is helemaal gelukt, dat is helemaal goed gegaan. Tussen de vorige aflevering en deze aflevering ben ik al bezig geweest met een paar andere dingen. Dus eentje daarvan is dus het opnieuw opstarten van ons boerderijtje. Dus we moesten weer wat tarwe groeien natuurlijk, dus dat doen we hier zo nu. En een ander dingetje is, ik heb wat koeien gevonden in de buurt. En die heb ik hier in dit hok neergezet. Zodat we gewoon die voedselproductie weer kunnen opstarten. Dat is natuurlijk iets wat we ook hebben achtergelaten. En dat is wel belangrijk om ook hier te hebben natuurlijk. Volgende stappen van Hoe werkt Minecraft? Dat is dan natuurlijk de vraag van what's next? Weet je wel, wat is het volgende leuke avontuur wat we gaan beleven? Ik ga deze aflevering als een tussenaflevering behandelen. Waarmee ik bedoel dat ik je gewoon een paar dingen ga laten zien. Dus in plaats van dat we echt een soort van volgende stap aan het maken zijn, wil ik je wat referenties geven over het spel. Dus we gaan het hebben over de klimaten van dit spel, over wat je dus kan tegenkomen binnen die klimaten en hoe het spel een beetje op die manier werkt. Dus dat gaat heel erg leuk worden. Als je alle klimaten wilt zien op de natuurlijke manier, dus echt gaan verkennen, dan ben je echt wel heel lang bezig. Maar ik wil je een klein beetje laten zien wat er dus allemaal te vinden is. Zodat als we het eens over zoiets hebben, dat je weet waar het over gaat. Dus deel 1 ervan. Deel 2 ervan is dat ik eigenlijk aan jou ga vragen om een beetje huiswerk te maken. Dus ik ga je vragen om ervoor te zorgen dat jij lekker gaat minen, lekker experience gaat verzamelen. In de komende afleveringen wil ik graag de onderwereld in, dus dat ook wel de Nether. Daar hebben we een redelijke voorbereiding voor nodig. Dus de volgende aflevering gaan we dus besteden aan de voorbereidingen daarvan. En die aflevering daarna gaan we dus echt de onderwereld in. Maar goed, je hebt daar dus echt wel goede gear voor nodig, weet je wel. Je moet volledig eigenlijk in een diamant bekleed zijn, goede wapens hebben, een pijl en boog wil je eigenlijk ook hebben. Weet je wel, al die dingen heb je nodig. Dus dat is je huiswerk. En terwijl je dus die huiswerk kan doen, gaan we het dus vandaag hebben over een paar andere dingen. Die ook heel erg leuk zijn. Minecraft is een open wereld game. Wat betekent dat je een hele grote wereld hebt waarin je kan doen en laten wat je wilt. En er zijn er een paar dingen die dus dit spel echt op de markt heeft gezet. Waardoor andere games dat ook zijn gaan doen. Of weet je wel, dat het heel erg mainstream geworden is. Een groot deel daarvan is natuurlijk de blokkige. Heel veel spelletjes hebben dat daarna echt keihard gekopieerd gewoon. Dus dat is best wel een goed ding geweest. Maar een van mijn favoriete delen van wat dit spel nou is, is dat het een ongelimiteerde wereldgeneratie heeft. Dus kijk, een ander spelletje zoals GTA 5 bijvoorbeeld, super leuk, super populair. Maar iedereen zit binnen diezelfde wereld, binnen datzelfde eiland te spelen. En wat dit spel nou zo bijzonder maakt, is dat iedereen juist in een aparte wereld zit te spelen. Dus op de achtergrond in dit spel gemaakt zit dus een soort van generator die dus willekeurig werelden voor jou maakt. Dus het leuke daarin is natuurlijk dat alles uniek is. Dus elke keer als je een wereld start of samen met je vrienden een wereld start, dat is gewoon een nieuwe ervaring. En het is net alsof het spel dan op een manier nieuw is. En dat is natuurlijk superleuk. Maar dan, je kan natuurlijk in allerlei verschillende plekken, scenario's, gevallen, kan je terechtkomen. Dus het is wel handig om dan te weten, oké, waar ben ik? Wat kan ik hier? Wat kan ik hier niet? Waar moet ik naar op zoek? Weet je wel, dat zijn allemaal belangrijke dingen om wel te kunnen weten. Dat stel je komt in een plek terecht, dat je in een woestijn, weet je wel, je wereld start. Dan is dat ook ongemakkelijk, weet je wel. In de woestijn is namelijk bijna niks. Dus in een aparte wereld waar we gewoon kunnen rondvliegen, wil ik jou even laten zien wat de verschillende landschappen van dit spel zijn. Alright, dus we zitten hier in een andere wereld waar we gewoon even kunnen rondvliegen. Dat is best wel leuk natuurlijk. En we gaan je gewoon even een paar van die landschappen laten zien. Dus we kunnen ze opdelen in 7 categorieën. Dus je hebt sneeuwlandschappen, je hebt koude landschappen, je hebt normale landschappen, normaal. Je hebt warme landschappen. Je hebt aquatic landschappen, dus dat zijn waterlandschappen. Je hebt ondergrondse landschappen en je hebt neutrale landschappen. Alright, het grappige is om wel even door te hebben dat in sommige spellen maakt dit uit. Hè? Dus als jij in een warme landschap zit, dus in een woestijn, dan moet je letten op dat je genoeg drinkt en dat je bekleed bent voor de zon, weet je wel. En bij anderen, als je dan in de sneeuw zit, dat je dan genoeg juist kleding aan hebt, weet je wel. En vaak genoeg bij een vuurtje bent of zo. Dat is helemaal niet het geval bij dit spel.
Minecraft maakt daar verder geen onderscheid in wat voor soort biome jij als persoon bent. Dat interesseert echt helemaal niks. Het ding is natuurlijk wel dat als jij onder water in een aquatic landschap zit, ja, dat je er even op moet letten dat je niet verdrinkt, weet je wel. Dat is wel een ding. Maar verder maakt een soort van de eigenschap van het landschap, van de biome, niet uit. Waar zijn we dan nu, zou je kunnen afvragen. Nou ja, we gaan even rondkijken. We hebben heel wat bossen. We hebben hier plains, dus gewoon vlakken. Met velden, we hebben wat riviertjes, wat hele kleine meertjes. We hebben hier dus berkenhout en we hebben eikenhout. Nou, allerlei soorten. We hebben hier een grote heuvel, daar staan we natuurlijk op. En als we aan deze kant kijken, nou, een beetje meer van hetzelfde of zo. Daar hebben we dan een soort van hutje. Ja, ook leuk. Op het moment zijn wij in een normale biome. En een normale biome, ja, daar heb je eigenlijk heel veel variatie in, ja, de verschillende soorten. Weet je wel, bosjes, planten, bomen, verschillende dingen. Dus zoals je kan zien, dit stukje groen is iets levendiger dan dit stukje groen. Nou ja, dat is dus al een verschil wat redelijk duidelijk is. Niet heel duidelijk natuurlijk, maar wel een klein beetje duidelijk. Verschillende soorten bossen. Nou ja, dit is een normaal bos, maar dat daar zo is een berkenhoutbos. Ja, dat is een verschil. En de grotere spruce of de dark oak, nou, daar zijn we allemaal langs geweest natuurlijk. Hè. Die ga je hier dus ook vinden. Jungle, dus het oerwoud waarin we zitten en waar we dus eigenlijk net uitkomen, hè, dat valt ook onder deze categorie. Wat interessant is, want een oerwoud is vaak heel erg tropisch, dus warm. Maar binnen dit spel valt hij in een normale biome. Dus dat is op zich wel grappig om te zien. Heuvellandschappen, zoals we dus hier zo zien. Ja, die vallen daar dus ook onder. En ja, dit is nog niet echt een zee of echt een meer. Of... ja, het is eigenlijk nog een riviertje natuurlijk. Nou ja, en dan vliegen we een klein beetje verderop. Dan zien we hier, nou ja, een aantal dingen. Dus, wat zand hier zo. Dit is natuurlijk een hoop zand, maar is nog geen woestijn. En hier zijn wat schildpadden. Dat is natuurlijk ook vet. Dat is dus ook een dingetje wat in dit soort biomes ja, kunnen spawnen. Ja, dus dit kwalificeert eigenlijk gewoon als een strand. Dus eigenlijk niet zo heel erg bijzonder, maar ja, wel leuk om te hebben. Dat is natuurlijk ook een vlakte hier zo. En super geinig. Nou, wat dan ook nog binnen de normale categorie valt, is dus deze dark oak, waar ik het dus net al heel even over had. Maar jungle, oftewel oerwoud, valt dus ook binnen deze categorie. Dus dat is hartstikke netjes. En bij de normale biomes hoort ook dit. Het is dan toevallig echt een hele heuvelige, maar dit noemen we een meadow. Dus dat is eigenlijk een Engels woord voor een landschap waar dus vaak veel bloemen groeien. Dus zoals je kan zien, dat is dus hier zo. Dus iets om rekening mee te houden. Wat een groot verschil maakt in de landschappen is dus de manier waarop dit soort dorpjes genereren. Dus we zijn nu in een normaal landschap. En ja, daardoor krijg je eigenlijk dit soort, de standaard villagers, zoals je ze ook wel kan noemen. Deze waren echt al helemaal vanaf het begin in het spel. En horen dus nu bij het normale landschap. Maar op die manier heb je dus eigenlijk allemaal verschillende village stijlen, om ze zo maar te noemen, afhankelijk van in welke categorie ze spannen. Nou, en dan gaan we eigenlijk vrij snel al over naar dit landschap hier zo. Dus dit is een van de warme landschappen. Ze noemen dit een savanne. Dus dit is een uitgestrekte, ja, vaak warmer iets. Dit is ja, een beetje Afrikaans, weet je wel, van die verre lange landschappen met allemaal dit soort schaarse bomen, heel veel hout en weinig bladeren, relatief gesproken. Ja, warmer landschap. Dus dat is ja, leuk om te zien. Dat het op die manier gaat het natuurlijk een beetje in elkaar over. Maar zoals je wel kan zien, ja, je ziet ook kleurverschil in het water, weet je wel. Dus ook in het water heb je dus te maken met verschillende, ja, landschappen of waterlandschappen. Zoals we natuurlijk als een van de categorieën gezien hebben. Maar goed, daar gaan we zo meteen op komen. Gaan we nu even de warmere biomes, de warmere landschappen jou laten zien. Nou ja, zo, hier is een savanne. Een van de warmere biomes. We zitten hier nog in een normaal bos, een normale klimaat bos. En het grappige is dus met die warmere landschappen, als je daar dus ingaat, stopt de regen. Dus dat is best wel grappig. Je hebt hier dus geen regen. Je ziet wel, de lucht is wel donker en hier is nog een rivier. En een rivier valt officieel in een normale klimaat. Dus daar heb je daar dan weer wel regen. Maar hier is het dan weer droog. Dus dat is heel erg grappig. Zoals je wel opgevallen is, is dit dan weer heel iets anders. Dus dit is wat ze als eerst introduceerden als een mesa. Dus mensen noemen dit, mensen zoals ik, zouden dit vaak nog wel een mesa noemen. Met hier een ravijn. Maar dit is dus eigenlijk allemaal klei, allemaal terracotta. Maar dat heet ondertussen dus een Badlands. En ja, dat is een mega mooi landschap, vind ik altijd zelf. Samen hier zo met een woestijn.
Het is immers een klein woestijntje, maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Het is een klein woestijntje, want zoals je kan zien, het gaat hier eigenlijk, stopt het alweer. Maar goed, dit zijn dus allemaal badlands, dus ja, geheuveld. En dan heb je deze wat vlakkere. En dit is dan met zand, dus dat hele felle oranje, dat is dus ook een variant van zand. Dus je hebt hier rood zand en je hebt hier gewoon normaal zand. Dus dat is wel ook een leuk verschil, kan je natuurlijk ook leuk mee spelen. En dan heb je hier nog een bewilderd. Dus dit is met allemaal spikes en zo. Dat, ja, mooi landschap vind ik altijd zelf ook. Ja, ook gaaf. Kan je ook hele leuke dingen mee. Ja, dus dat zijn een beetje de warme landschappen. Dus zoals je kan zien, je hebt hier ook dan nog deze heuvel, deze berg. Met dan wat coarse dirt erop. En wat normaal ja, vieze gras. Maar zoals je kan zien, het ziet er allemaal dood en verdorven uit. Dus ja, dus super fijn is het ook weer niet. Maar goed, ja, weet je, het kan wel een prima plek zijn om allerlei dingen te bouwen en neer te zetten, toch? Dat is het zeker. En dan gaan we nu de koude biomes in. Dus dat is dit. Is toch iets grauwer, iets minder gezellig, minder vrolijk. En dat gaat eigenlijk vrij snel in dit geval dan over naar dit. Dus dit heet een taiga. Superleuk, supermooi. Met deze 2x2 grote bomen, ja, kan je natuurlijk heel snel heel veel hout verzamelen. Dus dat is fijn. Goed altijd om in de buurt te hebben. En anders in ieder geval te weten waar dat is. Ja, je kan hier zo dat mossie koppelsteen, mossig keisteen krijgen. Superleuk. Kan je ook maken, maar op deze manier ook vinden. Die manier, ja, best wel vet, best wel mooi. Dus het gaat hier zo ook nog een beetje verder. Over het algemeen, en dat is wel even goed om te weten, is het ook een klein beetje logisch hoe die verschillende landschappen in elkaar overgaan. Dus je zal waarschijnlijk niet een woestijn naast een sneeuwige landschap vinden. Dat is natuurlijk raar, want op het ene moment kan iets niet super koud zijn en net daarnaast super warm zijn natuurlijk. Er moet een soort van overlapje in zitten. En het gaat echt smerig hard regenen. Het wordt echt super donker. Ja, hier zie je het. Zelfs aan het onweren. En dat maakt dan natuurlijk ook nog uit voor hoe dingen eruit komen te zien. Ja, maar goed. Dat is wel even goed om te weten. Dus dit zijn de wat koudere biomes. Op zich niet heel bijzonder, maar wel leuk. Dus in de koude biomes zijn dit de dorpjes. En zoals je kan zien, ze zien allemaal er net even anders uit. Dus de gezichtsstructuur is wel hetzelfde. Maar ja, wat ze dragen is dan natuurlijk weer heel anders. De bouwstijl van de dorpjes zijn heel anders. Er zijn natuurlijk wat zombies in de buurt. Vet gezellig. Maar goed, dat is natuurlijk ook wel... ja, ik vind het wel... het is een hele leuke, mooie bouwstijl natuurlijk, dit. Dus dat is ja, zeker iets om naar uit te kijken als je in zoiets rondloopt. Ook nog wel leuke, de stony shore hier zo. Dus dat is met heel veel steen. En ja, zoals je kan zien, hier wat gravel. In het Nederlands ook wel grind. Ik vergeet die Nederlandse namen steeds. Ja, dus dat is hier zo met de rivier ertussen. Dat is een normale. Dus dat is koud, normaal, koud, normaal. En dan gaan we hier naar besneeuwd. Dus dat zijn de Vries landschappen eigenlijk. Dus dit is wat we noemen frozen peaks. Dus ja, bevroren pieken. En zoals je kan zien, het is natuurlijk gewoon het bovenkant van een berg. Maar ja, hier is het dus zo koud dat er dus een hoop sneeuw en ijs zelfs hierboven is. Dus best wel leuk, best wel mooi. Dit ijs is best wel handig om te gebruiken voor allerlei dingen. En dat sneeuw natuurlijk ook. Dus dat is echt wel geinig. Als we dan even doorgaan naar deze kant hier zo, dan hebben we ook nog... een paar variaties van eigenlijk datzelfde, maar dan net even wat anders. Dus we hebben hier echt alleen het bos. Dus zoals je kan zien, zonder dat ijs. Dat hadden we eigenlijk daar zo ook net een beetje. Maar hier zo hebben we hem echt. En we hebben hier dus ook de variatie met echt alleen de sneeuw. Zonder het ijs. Dus dat is natuurlijk wat leuke aan dit soort plekken. Is dat je allerlei variaties op wel dezelfde landschappen hebt. Zie je een steenbok. Ook leuk. Hè? Vet gezellig. Nou ja, anyway. we gaan hier zo door. Naar nog meer sneeuw, nog meer kou. En ook hier, ja, allemaal mooie landschappen waar je moeilijk doorheen komt. Omdat de pieken zijn zo hoog natuurlijk. Maar het is wel fenomenaal om of op je achtergrond te hebben. Om gewoon bij in de buurt te wonen natuurlijk. Nou, welkom in dit winterwonderlandschap. Het is eentje die we echt niet kunnen vergeten als we het over de sneeuwbiomes hebben. De sneeuwlandschappen. Dan is het deze ice spikes. Dus dit zijn gewoon pilaren van ijs. Super vet natuurlijk om te zien en om doorheen te lopen of in dit geval te vliegen. Ja, die vind je wel in de wat heftige sneeuwlandschappen waar het echt heel koud is. Maar desondanks, ja, super vet om natuurlijk gewoon ja, eens te zien of erbij te zijn. Ja, en het leuke hieraan is natuurlijk dat eigenlijk zover het oog reikt, ja, is het sneeuw en kou. En dat is natuurlijk, ja, als je daarvoor wil gaan, als dat een bouwstijl is die je leuk vindt, ja, zeker de moeite waard om hierheen te komen.
Dan gaan we het hebben over de natte biomes, dus de waterbiomes. Eén daarvan, eigenlijk rechtkomend uit de sneeuwbiomes, is de bevroren oceaan. Hier hebben we dus de ijsberen. Superleuk, supervet, best gevaarlijk, dus uit de buurt blijven. Maar zoals je kan zien, ja, hieronder is het dus allemaal water. Allemaal nat, we zien daar helemaal niks van. Maar goed, maakt niet uit. En bovenop dat water is dus allemaal dit ijs, dit sneeuw. Als je een boot zou varen, zou je hier niet willen zijn, want dat is natuurlijk ellende. Maar goed, zeker, zeker heel vet. En dan zijn we hier ook bij een bevroren meertje, dus dat is ook leuk. Daar kan je natuurlijk gewoon overheen lopen, dus dat is ook wel iets nieuws voor de meeste mensen die normaal Minecraft spelen, moeten hier natuurlijk gewoon doorheen zwemmen of eroverheen varen. Maar hier kan je eroverheen lopen, dus dat is ook wel geinig. Nou, dan heb je altijd nog de normale oceaan, dus ik heb hier een beetje nachtzicht aangedaan. Zodat we wat beter onder water kunnen kijken, anders dan zien we er natuurlijk helemaal niks van. En wat snelheid ook. Dit is gewoon een oceaan, is gewoon heel veel water. Met wat visleven, wat hier zo scheepsvrekken. Allemaal dat soort dingetjes. Op zich niet heel erg bijzonder, maar ja, weet je, ook die moeten er zijn. Goed iets om te weten wat je ook hier kan vinden, zijn deze oceaantempels. Dus dat is natuurlijk iets wat we in een andere aflevering echt helemaal in de diepte nog gaan uitzoeken. Het is gevaarlijk, al deze mannetjes die willen je iets aandoen, dus dat is niet zo gezellig. Maar goed, weet dat je die dus in oceanen, de meeste vormen wel hoor, wel kan tegenkomen. Nou, en dan eigenlijk de meest waanzinnige vorm van oceaan is toch wel deze gekleurde hier zo. We kwamen er natuurlijk net al heel even langs. Maar dit is dus een warme oceaan. En hier kan koraal spawnen. Ja, dus dit koraal is natuurlijk super waanzinnig om doorheen te zwemmen. Best wel mooi, allemaal kleurtjes, superleuk. Je vindt hier ook allemaal soorten mooie vissen. Zoals bijvoorbeeld deze hier zo, echt wel leuk. En deze rooie hier zo. Al die namen weet ik niet uit mijn hoofd. Hier heb je wat zeeaugurken, geloof ik. Ja, het is gewoon heel kleurrijk en ik hou heel erg van kleurrijk. Hier nog allemaal visjes. Ja, het is gewoon hier nog zo'n klein etterbakje. Volgens mij is dit een pufferfish, dus die is niet zo gezellig als je die boos maakt. Ja, maar goed, zeker als je hier langskomt, wil je hier wel even stoppen en gewoon even rondkijken en de boel verkennen. Nou, met een van de meest recente updates is eigenlijk het hele grottensysteem over de kop gegooid. Eén ding wat daar dus veranderd in is dat er een aantal biomes ondergronds bijgekomen zijn. De Deep Dark, dat is dus waar we nu in zitten. Best wel gekkig, best wel raar, maar echt wel, we zitten vet diep, dus het zal moeilijk zijn om dit zomaar te kunnen vinden. Maar echt wel de moeite waard om ook hier een keertje rond te lopen. Dan is dit natuurlijk ook een landschap die echt tot de verbeelding spreekt. Dit noemen ze een dripstone cave, dus dat is een druipsteen, is wat al deze stalagmieten, als ik het goed zeg, zijn. Zoals je kan zien, mega rare vorm. Je kan hier super, super diep. Allemaal stalagmieten, zoals ik dus al zei. Nou, zoals je kan zien, monsters links en rechts. Dus het is echt wel belangrijk dat je weet wat je aan het doen bent voordat je je in dit soort grotten waagt. En dit soort dingen zijn te gebruiken voor allerlei soorten boerderijen en dingen. Dus het kan op een gegeven moment wel de moeite waard zijn om ook hier een keertje langs te komen. Oh ja, en dit is ook wel even goed om te weten. Zonder dus die nachtvisie is dit dus hoe het er normaal gesproken uitziet. Oftewel, je ziet er helemaal niks van. En nou wil YouTube dat wel een klein beetje vertekenen. Wat dus betekent dat ik iets meer zie dan dat jullie dat kunnen zien. Maar het is wel goed om te weten dat het wel een gevaarlijke boel is. Nou, dan is dit de laatste. De Lush Cave. Dus eigenlijk zorgt dit ervoor dat heel veel van het groen van boven eigenlijk ondergronds terechtkomt. Maar dan op net een andere manier natuurlijk. Dus dit groene hier zo, dat is allemaal mos. Dit zijn allemaal lichtgevende planten die eraan vastgroeien. Best wel vet. Als dit heel even de tijd krijgt, dan groeit het de hele grot vol. Dus dan moeilijk om daar doorheen te navigeren. Maar zeker ook super mooi om te zien. Nou, dan hebben we nog maar één type biome te gaan. En dat is de neutrale biome. Dus ik zat mijn vader te vragen, want ik had heel even ingelezen voordat ik deze aflevering ging maken. Wat is een neutrale biome dan? Een neutraal landschap. Want de normale landschappen die hebben we al gehad, weet je wel. Dus de plains en de bossen. Ik was een beetje in de war. Maar nou blijkt een neutrale biome dus te zijn, de void. Oké. Op een gegeven moment houdt de wereld op, in ieder geval aan de onderkant. Dus deze laag met donker, grijs en zwarte stenen heet bedrock. En hier kan je in normaal survival niet doorheen. En hieronder is een soort van niks. Dus stel op een manier dat je er toch doorheen komt, dan val je hier gewoon tot in het eindige eeuwigheid. En je gaat schade nemen, dus op een gegeven moment ben je gewoon dood en ben je al je spullen kwijt.
Dus dat wil je eigenlijk zien te voorkomen. Maar als je dus een neutraal landschap hebt, dan heb je dus helemaal niks. Dus dat vond ik best een beetje een instinker, maar goed, weet je, even goede vrienden. Alright, en nou hebben we nog een aantal dimensies te gaan. Dus je hebt de onderwereld en je hebt het einde. Dat zijn allemaal afleveringen die nog gaan komen, aangezien we daar nog niet geweest zijn natuurlijk. Speaking of, de volgende aflevering gaan we dus wel al voorbereiden om naar de onderwereld, naar de Nether te gaan. Dus hoe dat precies zit, wat het is, wat we daar kunnen doen, ga ik je allemaal uitleggen. Maar zoals ik dus aan het begin van de aflevering al zei, ik wil graag dat je voorbereidingen gaat doen. Zorg ervoor dat je lekker bepakt bent, lekker veel diamanten hebt en dan gaat dat helemaal goed komen. Dus ik wil bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je de volgende keer weer terug bij Hoe werkt Minecraft? Later!